Welkom bij Topnemers, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Het gast vandaag is Roger Buijvoets. Roger, we hebben elkaar eens eerder gesproken. En toen het bedrijf wat nu Crowbox heet, heette toen anders. Klopt, dat heette toen Sagent. En, ja, dat... eerst eventjes wat jullie doen en daarna eventjes waarom jullie van naam veranderd zijn. Ja, tuurlijk. Wij hebben een technologie ontwikkeld waarbij we eigenlijk online koopgedrag beïnvloeden van bezoekers op een positieve manier. Dus wat wij eigenlijk doen is wij implementeren een stukje code bij met name middelgrote tot grote online retailers. Om op basis daarvan eigenlijk te toetsen voor wat voor een type verkoopargumenten een bezoeker het meest ontvankelijk is. En om dat vervolgens te gebruiken om koopgedrag te stimuleren. En dat doen we nu met name voor partijen in zowel Nederland als in Europa. Met een team van nu bijna 20 man. Psychologen en data scientisten en ontwikkelaars. Ja, nou even terug, want jullie heten ooit Sagent. 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 Ja, dat is precies de reden waarom we dus ook van naam zijn veranderd. Ja, dat is onduidelijk. Sagent. Ja, Sagent. Ik heb alle mogelijke varianten voorbij horen komen. En precies tijdens dat evenement waar wij elkaar toen spraken. Dat waren Accenture Innovation. Precies. Ja. En daar waren wij een van de finalisten. Toen zijn wij voor een publiek van 2200 man, werd de naam dus niet goed uitgesproken. Nou, dat was voor mij wel echt de druppel. Dus ik dacht, oké, we moeten nu echt een andere naam hebben. Dat was niet de enige reden. We hadden ook .io als extensie. En dat viel ook bij een heleboel partijen gewoon. Was het onduidelijk of qua vindbaarheid ging het gewoon niet meehelpen. Dus toen zijn we eigenlijk uiteindelijk overgestapt op Crowbox. En ja. Crowbox.com bleek nog vrij te zijn. Ja. Hey, je zei net aan het begin even helemaal wat jullie doen. Ik snap daar helemaal niets van. Dus even terug naar het begin. Ja. En maak dan even heel concreet. Je zegt, wij hebben code ontwikkeld die een webshop kan implementeren. Om als ik op die webshop zit... Ja. Mij te verleiden om iets te kopen. Dat doe je doordat je mij denkt te kennen en mij dingen kunt aanbieden. Maar maak dat eens heel concreet. Ik ga naar de webshop van BCC, dat geloof ik een klant is van jullie. Ja. Ja. En ik ga een koelkast kopen. Ja. En wat doen jullie dan? Nou, wat wij doen is op het moment dat jij een koelkast eigenlijk gaat kopen, ga je in eerste instantie vaak oriënteren. Want jij moet weten wat voor een type koelkast je eigenlijk graag zou willen. Ja. Dus jij komt op BCC en je gaat naar de koelkast toe. En wat je vervolgens ziet eigenlijk in dat hele overzicht van al die koelkasten, is dat je dat gemiddeld 10-15% van die koelkasten, die hebben allemaal een productlabel. En die productlabels die corresponderen weer met een bepaalde overtuigingstechniek. Dus daar staat bijvoorbeeld bij dat hij of bijna uitverkocht is, of exclusief, of hij is net nieuw, het is een bestseller. Of heel energiezuinig. En op basis van klikgedrag leren wij steeds beter voor wat voor type argumenten je eigenlijk als bezoeker het meest ontvankelijk bent. Okay. En dat willen we vervolgens op de detailpagina, of de pagina's die erna komen, laten wij allerlei notificaties zien die weer daarmee corresponderen om eigenlijk te toetsen of op basis daarvan zeg maar jouw koopgedrag dus kunnen stimuleren. Dus mensen die gevoelig zijn voor, er zijn nog maar drie koelkasten beschikbaar. Mm-hmm. Nog drie op voorraad. Elke keer dat hij voortaan op BCC komt, krijgt hij te zien, er zijn er nog maar drie op voorraad. Nou, en ik winkelde best vaak. Ja. Nou, kijk, wat het is, hoe het ooit gestart is dat wij eigenlijk hebben gezegd, nou, we hebben die productlabels en je hebt een aantal verschillende overtuigingen. Maar het geheim zijn de productlabels. Dus nu niet meer. We zijn wel daar echt flink in verbreed, omdat wij er ook achter kwamen dat alleen productlabels niet voldoende is om eigenlijk iemand te overtuigen. Het is een heel goed middel om eigenlijk inzichten te krijgen. Wat voor middelen gebruik je dan nog niet? Nou, we gebruiken nu notificaties. Hè? Dus dat zijn eigenlijk notificaties die op je scherm verschijnen in een vervolgpagina. En daar staat bijvoorbeeld inderdaad, op dit moment kijken er zoveel mensen naar dit product. Of wist je dat dit product het bestseller van de week was? Maar daarnaast gebruiken we ook exit intent technologie. Dus dat is zodra wij kunnen detecteren op basis van muisgedrag... dat iemand de website wil verlaten, gaan we kijken of we die persoon nog kunnen overtuigen om zijn of haar e-mailadres achter te laten. We zijn nu net begonnen met een nieuwe component, dat heet Native Nudging. Dus dat zijn eigenlijk stukjes copy verwerkt in de site,
die eigenlijk dynamisch door onze technologie geladen worden, maar waar je als bezoeker niet zo heel veel van merkt. Dus de teksten veranderen. Precies, ja. Ja. En waar dat eigenlijk vandaan komt, is dat wij, het vorige bedrijf wat ik had, richtte zich heel erg op het optimaliseren en AB-testen voor retailers. En we waren zoveel testen continu manueel aan het doen, dat we dachten, oké, we moeten dit op een andere manier kunnen inrichten. Dus dan zijn we eigenlijk met een team van 4 oprichters, 2 met een technische achtergrond en een AI-achtergrond. En 2 met een achtergrond in e-commerce, zijn we eigenlijk bij elkaar gezeten en hebben gekeken, oké, wat ben je eigenlijk nou daadwerkelijk met AB-testen aan het doen? Is dat je eigenlijk heel snel wil optimaliseren voor conversie. Maar wat er eigenlijk aan de grondslag ligt, is dat je menselijk gedrag wil begrijpen. Dus je wil weten waarom mensen een bepaalde keuze hebben gemaakt. En daar hebben we gewoon veel effort in gestoken om eigenlijk menselijk beslisgedrag in kaart te brengen. En dat te combineren, om daar patronen uit te ontdekken, zodat je dat op een positieve manier kan hergebruiken. Ja, en jullie noemen het profilen. Ja. Is het ook zo dat je de profielen die je opbouwt van, zodra je mensen kunt identificeren, dat je die ook bewaart? En op het moment dat je op een ander moment bij een andere klant voor jullie weer op zijn website komt, dat je eerder opgeslagen informatie nogmaals gebruikt? Of is het eenmalig tijdens dat bezoek? Nee, het is, wat we doen is de data die we verzamelen, die bewerken we in opdracht van onze klant. Dus wij mogen de data van een bepaald profiel niet hergebruiken weer voor een andere klant. Maar je slaat het wel op? We slaan het wel op om eigenlijk voor die klant, zodra die bezoeker terugkomt, die bezoeker wel weer te kunnen herkennen en op basis daarvan het profiel te kunnen verrijken en te versterken. Ja, die herken je meestal op basis van een IP-adres? Cookie, ja. Of een cookie? Ja, we zetten een cookie, ja. Ja, okay. Ja en nou goed, we zijn niet eigenaar van de data, dus dat we tekenen met alle onze klanten bewerkersovereenkomst, dat we in opdracht van die data zeg maar bewerken. Hoe, ja. Als jullie nu op pad gaan en je gaat praten met een partij, dan heb je natuurlijk hebben jullie argumenten en die zijn gebaseerd op je andere klanten. Hoe kunnen jullie laten zien dat je met jullie techniek meer verkoopt of mij als klant beter bedient? Dat doen we eigenlijk zoals je traditioneel ook een AB-test opzet, is dat je eigenlijk dus een controlegroep gaat hanteren. Dus wat we meestal doen is dat 100% van het verkeer splitsen wij op in of 50-50 of een 80-20. Wat betekent dat 80% van het verkeer krijgt daadwerkelijk onze notificaties en onze berichtgeving te zien en 20% niet. En die data die schieten we weer door naar Google Analytics of Adobe Marketing Cloud. Zodat de klant dat zelf ook kan inzien en ook daar zijn of haar zijn eigen analyses op kan maken. En op basis daarvan zijn we ook in staat om echt zeg maar aan te kunnen tonen dat de groep met Crowbox beter een hogere omzet per order heeft of meer conversies. Dus op die manier zijn we eigenlijk in staat om dat ook aan te tonen met significantie. Ja. Wat heb jij geleerd? Wat is het belangrijk dat je geleerd hebt van waar je nu mee bezig bent? Want het is een vrij nieuwe tak van sport, zo gezegd. Wat is het belangrijk wat jij geleerd hebt? Echt qua product bedoel je? Of propositie? Misschien wel van het publiek. Wat ik heel erg interessant vind, is dat wij in onze data echt culturele verschillen zien. De manier waarop je iemand eigenlijk overtuigt, echt heel erg sterk verschilt bijvoorbeeld per land. En we hebben bijvoorbeeld voor een klant die draait in acht landen op dit moment. En daar zie je bijvoorbeeld dat autoriteit in Duitsland stukken beter werkt als overtuiging. Terwijl in Spanje sociale bewijskracht veel beter overtuigt. Oh ja? Dus het is heel erg cultureel gedreven. En dat is informatie waar wij weer gewoon veel van kunnen leren. Mm-hmm. En op basis daarvan onze experimenten ook weer beter kunnen inzetten. Dat vind ik wel een hele interessante learning waar we ook steeds meer op willen investeren. Dus waar we ook met name klanten die gewoon in heel veel landen tegelijk draaien, zijn wij heel erg gehaaid zeg maar, om die experimenten met hun samen te kunnen doen. Ja. En dat geeft inzichten die er op dit moment nog niet altijd zijn. En hebben jullie ook nog iets relatief nieuws draaien, de Crowbox Marketplace. Ja. Wat is dat? De Crowbox Marketplace, dat is eigenlijk wat wij hebben gezien is dat wij met name voor heel veel klanten
zeg maar nu bepaalde persuasion profiling data opbouwen. En eigenlijk willen wij externe applicaties weer de gelegenheid geven om ook voor die klanten zeg maar daar dingen op te kunnen verrijken. Dus wij willen eigenlijk een platform of een ecosysteem gaan ontwikkelen. Wat je kan vergelijken is met bijvoorbeeld hoe Slack dat heeft gedaan. Waarbij je weer derde partijen de gelegenheid geeft om die data her te kunnen gebruiken voor die specifieke klant. Want ik bedoel, op het moment dat jij die data online kan verzamelen, dan kun je die natuurlijk ook heel goed over allerlei andere kanalen natuurlijk weer hergebruiken. Als je weet dat iemand ontvankelijk is voor schaarste of voor sociale bewijskracht. Ja, dan kan jij daar ook je e-mailmarketingcampagne mee verder optimaliseren. Ja. Of je advertentiecampagne. Precies, waarbij je het uitgangspunt wel is dat het wel voor diezelfde klant moet zijn. Ja, die is eigenaar van de data, maar dat als een andere partij inderdaad op e-mail of zelfs in de winkel zelf daar iets mee zou willen, dat dan moet kunnen. Ja, wij zien echt onze visie zegt dat wij willen echt verder verdiepen in die profiling technologie, maar de applicaties die daaromheen zitten en de toepassingen, ja, die willen we niet allemaal zelf gaan ontwikkelen, omdat ja, in de groep voor klanten waar wij voor werken, hebben we of al vaak bepaalde applicaties geïmplementeerd. En daar willen we eigenlijk gewoon naar doorsturen. Hey, en dan even wat anders. Koppelen jullie even terug naar het voorbeeld BCC. Ja. Met hun interne systemen, zodat wat jij daar allemaal beweert, waar ik gevoelig voor zou zijn dat het ook klopt, of is het totale bullshit, wat ik namelijk altijd denk. Nog maar 3 in voorraad. Weet je dat ook echt? Onzin? Ja, nee, alles wat wij doen, dat hebben we eigenlijk van begin af aan zelf gezegd. Dus jij hebt een koppeling lopen met het voorraadbeheersysteem van elke winkel van BCC in Nederland? Nee, wat wij doen is wij koppelen met een product feed. En wij krijgen via de product feed krijgen wij stokinformatie door. Dus wij weten eigenlijk in real time of een product daadwerkelijk bijna uitverkocht is, ja of nee. Want bij Booking.com is het totale bullshit. Ja, bij Booking, niet helemaal meer. Ja, want als ik mijn cookies weggooi en ik log opnieuw in, dan zijn er opeens weer 5 kamers. En daarvoor waren er nog 2. Ja, klopt. Nou, waar Booking natuurlijk heel veel, die is in opspraak gekomen daardoor. Maar heel veel partijen hebben helemaal dat soort informatie natuurlijk niet real time beschikbaar. Nee. Als je daar nou voor werkt. Ja. Ligt daar voor jullie een ethische grens? Ja, zeker. Ja, 100%. Wat wij hebben gezegd is... Jullie zullen nooit mij vertellen dat het bijna uitverkocht is als je weet dat ik daar heel gevoelig voor ben? Nee. Niet 100% zeker weet... Nee, daar zijn we wel echt strikt op. Omdat dat is namelijk ook de toekomst van onze business. Dus wat wij hebben gezegd is dat wij willen zeker op het vlak van verleiden zitten. Maar we gaan niet op het vlak van manipuleren zitten. Want dat gaat gewoon ten koste van onze eigen toekomst. Dus dat is niet iets waar, dat is zeker niet de richting die we opgaan. En controleer je dan ook die data die je krijgt van zo'n... We meten het zelf. Dus wat wij doen is... kijk, wij kunnen, omdat onze code wordt op een platform geïmplementeerd. En wij meten zelf bijvoorbeeld wat echt de daadwerkelijk best verkochte producten zijn. En we weten ook wat het meest bekeken product is. En we scrapen ook van de site, zeg maar, bepaalde reviews. Dus we weten ook of een product wel of niet goed gereviewd is. En dat koppelen we eigenlijk gewoon terug. Snap je? Dus alles wat daar wordt gemeten, dat wordt door onszelf gedaan. En dat is op basis van real-time data. Ja. Dus niet alleen maar... En dat moet een klant ook accepteren als zij zeggen van ja, dat willen we niet. Je moet gewoon... Dan wordt dat gewoon niet als argument meegenomen. Kijk, er is een heel palet aan argumentatie. Het is ooit begonnen Ik heb altijd gewoon het gevoel dat ik belazerd word. Ja. Altijd. Maar is dat niet een beetje door Booking, zeg maar, daarin... Ja, maar er zijn natuurlijk zoveel andere platformen waarvan je gewoon weet van ja, je kunt gewoon testen. Als ik vliegtickets koop en ik zit er net wat te lang te twijfelen, dan opeens zijn ze op. Gooi ik mijn cookies weg, zijn ze er opeens weer. Ja. Weet je, het is gewoon altijd zo. Ja. Dus ja, inderdaad heel erg vanuit het schaar. Het is gewoon, het wordt veel misbruikt. Ik ben gevoelig voor schaarste volgens jouw profielen waarschijnlijk. Ja. En dan krijg ik dus doorlopend, gooi ik mijn cookies weg, is de schaarste weer voorbij. Ja. Ja, weet je, dat is de praktijk. Ja. Dus ik kan me bijna niet voorstellen dat jullie daar niet aan mee zouden doen. Nee, kijk, wat wij doen voordat wij met een klant echt gaan starten. Het is niet dat wij een soort van standaard berichtgeving hebben. Dus wij customizen heel veel voor onze klanten. Dus zodra wij een klant onboarden, gaan onze psychologen in eerste instantie zitten om te kijken, oké, wat zijn nou daadwerkelijk de type argumenten die we kunnen gebruiken op jullie platform? Precies. Want dat verschilt ook heel erg sterk bij industrie. En die moet je dan kunnen waarmaken. En die moet je vervolgens kunnen waarmaken. Ja.
En die worden vervolgens ook op basis van bepaalde business rules, mogen sommige berichten aan een bezoeker wel of niet getoond worden. Precies. Snap je? Dus, en daar zit ook de intelligentie. Daar zit natuurlijk ook de intelligentie. En noem er nog eens een paar, want je noemde, nou, we kennen ze allemaal, hè? Dus prijs, nummer 1 bij de test van de Consumentenbond, bijna op dit product. Populair, bestseller van de week, weet ik veel, noem er nog eens een paar. Ja, net nieuw binnen. Dus exclusief is natuurlijk een vrije exclusief breakout. Bij BCC. Exclusief bij BCC, web only is bijvoorbeeld ook een argument wat veel wordt gebruikt. Wat heb je nog meer? Je hebt nog prijspsychologie. Hè? Dus dat is bijvoorbeeld dat je de manier waarop je een prijs visualiseert heel veel impact heeft over hoe een prijs wordt gepercipieerd, ook door je hersens wordt verwerkt. Op het moment dat jij een euroteken weghaalt, is dat je de pijngrens in je hersens daardoor lager is. Waardoor is dat echt zo? Ja, maar kijk maar bijvoorbeeld naar de kijkshop. Of Staat er nog een euroteken bij? Daar staat geen euroteken. Ook niet in de, dat is al, dat is al bekend. Ja. Maar er zijn meer dan 40 verschillende manieren waarop je een prijs zeg maar kan visualiseren. En ook de manier waarop je een prijs afrondt, achter de komma, heeft heel veel impact over hoe de prijs wordt ontvangen. En wordt verwerkt door je hersens. Ja. Dus daar kan je natuurlijk heel veel mee. En je kan het ook weer combineren met overtuigingstechnieken. Ja. Ja, toen ik bij de NOS daar nog verantwoordelijk voor was, heb ik wel heel veel AB testen met knopjes en kleurtjes en tekstjes. Weet je, maar nooit op deze manier. Ik vind het wel interessant hoor. Ja, en op die manier kan je eigenlijk geautomatiseerd optimaliseren. Dat is eigenlijk wat je aan doet. Dus iets 9,95 noemen, dat is echt nog wel nodig. De tientje, je verkoopt echt meer dan als je een tientje vraagt. Zeg maar. Nou ja, dat is wat we nu, dat zetten we op als experiment met klanten. Want het is niet altijd het geval en ook niet voor iedereen. Het hangt er ook heel erg vanaf in wat voor fase iemand zit van zijn koopintentie. Is iemand nog aan het oriënteren, dan hoef je niet continu alleen maar met schaarste en dat soort zaken te gaan communiceren, omdat dat averechts gaat werken. Ja. Maar iemand die echt op het punt staat om een product te kopen of de nood is hoog, dan werkt schaarste dus heel erg goed. Ja. Waar ben jij het gevoeligst voor? Goeie vraag. Nou, het is sowieso afhankelijk dus van je situatie. Ja. En het is ook afhankelijk van wat je op dat moment eigenlijk wilt kopen. Is het zijn het een stel schoenen of is het inderdaad de hotelkamer die je wilt boeken voor dat weekendje weg? Als ik dingen koop, wil ik het vooral altijd nu hebben. Ik wil niet 3 tot 5 dagen. Dus banken koop jij niet. Ja. Die dingen van 6 weken. Dat is verschrikkelijk. Ja, toch? Ja, maar ik ben blijkbaar heel erg een impuls aankopen. Ja. Dus als ik s'avonds dan bedenk, ik koop het, dan wil ik ook morgen wil ik het ook hebben. Ja. Wat ik trouwens heel irritant vind, ben benieuwd wat jouw kennis daarover is. Dat heel vaak in veel online retailers er onduidelijkheid is over de bezorgkosten. Mm-hmm. Wel of niet inclusief. Weet je, dat je eigenlijk eerst de funnel in moet. Mm-hmm. Voordat en pas helemaal op de allerlaatste pagina duidelijk wordt. Ja. Of het nou wel of niet gratis bezorgd wordt. Ja. Dat is voor mij echt een reden om niet door te klikken. Nee, maar dat is ook conversie killer nummer 1. Omdat er zeg maar niet transparant wordt gecommuniceerd over bezorgkosten. Precies. Dat je eigenlijk gelijk aan het begin exact weet wat je op het einde moet afrekenen. Ja. 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 Wij geloven in dat opzicht wel gewoon in 100% transparantie. Weet je, ik geloof dat met de technologie die wij op dit moment hebben ontwikkeld. Waar je eigenlijk gewoon naartoe wilt, is dat je het koopproces zo goed mogelijk voor die consument wil faciliteren. En dat betekent dus dat je ook gewoon transparant moet zijn door de hele journey heen. Om ervoor te zorgen dat die consument uiteindelijk ook het vertrouwen heeft. En vervolgens zegt van, ik wil ook gewoon heel graag mijn product of dienst hier kopen. En daar is bezorgkosten in mijn optiek ook gewoon één van. Verzending is een ander punt. Wat je zelf aangeeft, ik wil het nu hebben en ik wil dat morgen geleverd wordt. Ik vind Coolblue wat dat betreft echt zo briljant. Ja. In fantastisch. Communicatie. Ja, zeker. Die zijn daar. Maar die zijn daar dus ook heel erg open, transparant. En nee, helaas niet. Nee. Wanneer is voor wat voor soort bedrijven is het interessant om klant van jullie te worden? Hoe groot moet je zijn? Wij zijn ooit gestart en toen hebben we gezegd minimaal 50.000 bezoekers per maand. En idealiter in de retail of fashion, ook waar veel impulsaankopen worden gedaan. Daar zijn we goed in staat mee om dat goed te kunnen stimuleren.
Inmiddels zitten we op minimaal 250.000 bezoekers per maand. En met name in retail, fashion en de telecom. En waarom, dus. Waarom is die stap van 50 naar die 250 gemaakt? Nou, omdat we vaak meerdere experimenten tegelijk draaien. Je hebt massa nodig om het precies, goed te doen. Ja. En dan hoe meer je wil testen eigenlijk, hoe groter het volume van de platformen. Maar dat gaat de goede kant op. Dus, Wat zijn de grootste hobbels voor jullie nog die je moet nemen? Wat moeten jullie als bedrijf nog leren? Wat moet jullie als bedrijf nog beter maken? Nou, wij combineren twee belangrijke componenten nu met elkaar. Dat is machine learning, of het stukje AI, met psychologie. Maar goed, waar we het net ook al hadden, weet je, het staat nog echt in de kinderschoenen en het moet zich nog heel erg gaan ontwikkelen. Dus dat is iets waar we volgend jaar veel in gaan investeren. Qua product. Tevens wordt privacy ook echt wel een belangrijk item voor ons. Dus wij willen sowieso qua dataprotectie en zeg maar de hele regelgeving omtrent privacy willen we gewoon voor zijn. Dus dat willen we gewoon ook goed voorbereiden. Met name omdat we natuurlijk voor veel Europese bedrijven aan de slag gaan die meerdere markten tegelijk zijn. Dus dat zijn twee belangrijke focuspunten voor ons. Ja. En dat daar valt nog veel op te leren ook. Hey, nou zijn jullie een stelletje ongelooflijk slimme gasten. Anders had je niet met 20 man zo'n bedrijf draaien. En had je niet ruim een miljoen investering opgehaald. En was je niet zo succesvol. En nou besteden jullie al die kwaliteiten en kennis en kunde aan het verleiden van mensen om nog meer online te kopen. Ja. En wij vragen het altijd, weet je, waarom doe je dit? Waarom ben je niet bezig met de mensen te verleiden om hun auto te laten staan en te gaan fietsen, zodat ze gezond worden en we met z'n allen werken aan een beetje een betere wereld, in plaats van mensen te verleiden om nog meer consumentenrommel te kopen bij ketens als BCC, die ook niet uitblinkt in duurzaamheid. Nou, kijk, het wordt nu natuurlijk heel erg. Is de vraag of een statement? Het moest even draaien. Ja. Nou ja, de vraag is waarom. Waarom? Waarom doe je wat je doet? Ja, waarom doe je wat je doet? Nou, kijk, wij geloven enerzijds niet dat wij alleen zeg maar aan de kant van de retailer staan. Wat je gewoon ziet is dat we komen van een tijdperk waar alles gewoon statisch is geweest. En we gaan nu naar een tijdperk waar alles gewoon dynamisch en veel meer één op één kan. En dat is ook in het voordeel van de consument. En daar geloof ik wel heilig in. Dus we zijn erop gericht om met retail om meer te verkopen. Hè? Om te optimaliseren. Maar die optimalisatie dat is wel gaat twee kanten op. Dat is ook ten behoeve van een betere klantervaring. Waar we wel in geloven dat we daar wat in teweeg kunnen gaan brengen. En ik sluit ook niet uit dat we dat los van retail uiteindelijk ook in andere domeinen kunnen gaan doen. Om eigenlijk menselijk gedrag goed te kunnen monitoren. Om inderdaad de juiste stimulans te kunnen geven. In welke richting dan ook. Dus dat zou heel goed kunnen dat we nog mensen gaan motiveren om te gaan sporten. Of om hun auto te gaan wassen. Als voorbeeld. Wie zijn jullie concurrenten? Nou, we hebben in Amerika hebben we een concurrent. Die zit heel erg wel dicht in ons veld. Dat is Persado. Dus wat zij ook doen is, ze hebben dezelfde propositie waarbij ze psychologie met AI combineren. Oh. Maar zij benaderen dat vanuit de e-mailmarketing. Dus zij richten zich enkel en alleen op het optimaliseren van de subject line van een nieuwsbrief. Waar natuurlijk ook voor retailers of voor e-commerce partijen gewoon gigantisch veel mee te verdienen valt. Dat is echt een directe concurrent. En daarnaast heb je heel veel tools in de markt die gewoon heel erg self-service gericht zijn. Waarbij je de booking.com notificaties kan uitserveren. En waarbij je dat als zelfstandige zeg maar een applicatie zeg maar kan inrichten. Zelf die lijn van code kan implementeren. Kan dat voor jullie een optie zijn, dat je meer een platform bent dan maatregelen? Helemaal self-service. Ja? Nou, dat nu nog niet. Met name ook de markt die we bedienen is enterprise. Dus die vragen veel meer dan alleen. Die hebben ook geen tijd en behoefte aan self-service. En wat ik ook zie in de markt is dat er is gewoon een tekort aan specialisten op dit gebied. Dus dat is iets wat we gewoon nu nog in huis houden.
Waar we uiteindelijk wel graag naartoe willen is dat eigenlijk de strategie die bijvoorbeeld ook Google AdWords heeft toegepast om met partners te gaan werken. Dus met agencies, waarbij wij uiteindelijk agencies weer kunnen trainen op basis van met de technologie en de achtergrond in psychologie om beter te kunnen optimaliseren. Daar geloof ik wel erg in. Ja. Jullie hebben eind augustus, ik zei het net al even, 1,1 miljoen euro investeringen opgehaald. Gefeliciteerd. Dankjewel. Keyden, ja. Nederlandse investeringsmaatschappij, het Ventech. Ja. Waar komen die vandaan? Ventech is een Franse. En een groepje angels hebben bij elkaar gebracht. Wat daar meestal als er zo'n bak geld naar binnen komt, dat gebeurt op basis van een plan. Ja. Wat is dat plan? Waar gaan jullie dat geld voor gebruiken? Tweeledig. Eén is om door te investeren in het product. Dus wat ik aangaf is dat wij volgend jaar echt stappen willen gaan maken weer met machine learning. En meer intelligentie in het platform willen ontwikkelen. En twee is het zeg maar de uitbreiding van een team en ook met name de financiering voor in het buitenland. Dus wij zijn nu... Dus vooral ook buitenland groeigeld. Ja. Ja, kijk, omdat wij natuurlijk voor... Draaien jullie verlies op dit moment? Ja. Ja. Ja, we draaien verlies. We hopen, als het alles mee zit, we gaan niet gigantisch hard op het team investeren en nog sneller uitbreiden. Wat ik net al zei, weet je, veel ziet bij partijen is die halen geld op en vervolgens gaat het er met bakken weer uit. Dat vind ik verbrand. Ja, ja, en wij zijn eigenlijk een beetje tegenovergesteld. Dus we hebben gezegd van laten we kijken of we gewoon wel naar een winstgevendheid kunnen gaan werken. In plaats van dat we nu alles gaan verbranden om vervolgens daar weer nog een keer een ronde op te gaan halen. Uitbreiden in het buitenland betekent dat vooral zeg maar investeren in lokale agenten? Of, in feite wel. Ja, je ergens een kantoor beginnen of is het vooral marketinggeld? Nee, het is in eerste instantie lokale agenten. Dus we hebben nu in de UK hebben we iemand in Londen. En ook zoals we hier zijn gestart, gewoon heel lean en mean. Ja. Met een bureau bij een hub. En vanuit daaruit de markt proberen te benaderen. Ja, je kan tegenwoordig eigenlijk met relatief weinig kosten kan je wel gewoon in het buitenland gaan starten. Nou, als het product natuurlijk staat en niet gemodificeerd hoeft te worden voor een ander land, wat ik begrijp niet zo hoeft. Nee, klopt. Het gaat echt om verkoopkantoren en die bestaan dus met name uit mensen die de directe sales doen of partnerships sluiten. En customer succes. Dus ervoor zorgen dat de klantrelatie goed wordt onderhouden. En de rest kan hier vanuit Amsterdam gebeuren. Dus, en welke landen hebben prioriteit komende jaar? Nu in eerste instantie UK. Dat voor de e-commerce markt is natuurlijk heel erg groot en interessant voor ons. En Duitsland. En ook, dat heeft ook te maken met de volumes. Omdat wij natuurlijk grote landen waar veel draaien. Of internationale merken die in veel landen tegelijk zitten. Ja. Oké, okay, nou, super. Spannend. Ja. Ja, we blijven hier vol. Ja, dankjewel. Dankjewel en veel succes. Dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. We sluiten altijd af met het bedanken van de sponsors. En dat zijn onder meer Bier & Co. die zorgt voor de overheerlijke biertjes. 2ML voor de hosting van de website. Streamzilla voor de stream die je live altijd kunt meekijken. En Freedom Lab, waar we iedere dinsdagavond deze uitzending vandaan verzorgen. Volgende week zijn we weer. Dankjewel. Dag. Hey, dankjewel. Dank voor de uitnodiging. Nee, het is wel een terechte vraag hoor, die ook gesteld is. Dus, ik krijg het ook vanuit klanten natuurlijk best wel veel horen. Maar ook sommige merken waarvan jij dat vraagt. Nou ja, weet je, is het wel echt wat jullie communiceren? Ja. Is het daar, weet je wel,